dat je kijkt naar Hip en Happening en hoe deze mooie tassen ontworpen en gemaakt worden in Brabant. Laat ik je straks zien. Ik heb een leuke uitagenda voor je, maar daar wil ik ook gelijk mee beginnen. Want hoe leuk is het om uit te gaan een avondje in het Holland Casino? Elvire en Marcel gaan vanavond op stap in het Holland Casino Breda. Het is de eerste keer dat zij het casino bezoeken en het Casino Try-Out pakket is de ideale manier om het casino te leren kennen. Een bijzonder spannend cadeau met alle ingrediënten voor een complete avond uit. Ja, dit is de eerste keer dat wij in het casino komen. Dan willen wij het een keer proberen graag. Dus, ja, dat pakket is eigenlijk wel een goed idee. Dan kunnen we het van alles kunnen we even een keer wat meemaken en wat zien. Ja, en een hapje en een drankje zitten erbij. Dus, nou, wordt een leuke avond. Daar gaan we vanuit. Zeker weten. Dus gezellig. Eens kijken. Ja? Wat erin zit. Even kijken. Oh. Twee. Eén persoon. Drankje voor één. Ja, ik ben er al. Ja, heb je een drankje? Ik heb een drankje. Ik heb ook graag een drankje. Zullen we een drankje bestellen? Ja. Goedenavond. Kan ik jullie helpen? Ja, ik weet niet wat jij te drinken wil. Ik wil graag rosé. Rosé? Ja. Kom maar, pilsje alsjeblieft. En een pilsje. Ja hoor. Proost. Proost. Je ziet, heb je allemaal nummers in je deze dingen. Dit zijn de buitenkant. Ja, oké. Okay. Ongeveer 50% kans als je rood of zwart speelt of even op. Leukste aan het Casino Try-Out pakket vond ik vanavond ja toch het spelautomaat. Maar ja, dat komt dan denk ik omdat we daar lekker gewonnen hebben eigenlijk. Ja, maar dat blijft gewoon bij. Ja, dat blijft bij. Maar ik vond ook wel, het uitleg vond ik ook wel, dat je dat gewoon meekrijgt een keer. Ja. Nee, normaal dan zie je het wel en meestal klim je zelf niet zo snel in die tafels. Dat nee, het toch altijd een beetje eng is. Je durft nu wel, hè? Je durft nu wel je te gaan zitten. Te zetten. Ja. Ja. Dus dat, dat vond ik eigenlijk het leukste. Dus, en een lekker hapje toe en een drankje. En daar hou ik altijd van. Zo is het. Een mooie, echt te leren, handgemaakte tas. Hoe die tot stand komt, zie je straks. Maar eerst even een leuke uitagenda. Zondag 15 mei organiseert de Stichting Najaar Geelse Rijen een familiewandeldag. De tocht is uitgezet in het prachtige wandelgebied van de boswachterij Dorst. Om de tocht voor iedereen toegankelijk te maken, zijn er verschillende routes uitgestippeld. Met afstanden van 5 tot 25 kilometer is de tocht geschikt voor jong en oud. Maar ook voor bijvoorbeeld Nordic Walkers. Het inschrijfgeld van 3 euro komt ten goede van de Stichting Najaar, die zich inzet voor de gelijknamige levensbedreigende ziekte. Vanaf 8:30 ochtends kan de tocht gestart worden vanaf Clubgebouw De Aanloop in Rijen. Op zondag 3 juli wordt de tweede editie van het festival Samba Cinco georganiseerd. Op dit zomerse festival brengen 5 samba-bands het publiek in Braziliaanse sferen. De organisatie ligt in handen van de band Sambanda, die al 2 keer tot beste live band van het Rotterdams zomercarnaval gekroond is. Naast de opzwepende samba-ritmes is er genoeg te beleven voor zowel jong als oud. Zo kunnen limbo-liefhebbers bijvoorbeeld laten zien hoe los hun heupen zijn. Het festival wordt georganiseerd op het plein in Boekel en begint om 1 uur. Entree is gratis. Meer info is te vinden op sambacinco.nl. Het Breda Jazz Festival is het grootste en oudste jazzfestival van Europa. Dit jaar vindt alweer de 41ste editie plaats in de binnenstad van Breda. Van 2 tot en met 6 juni komen diverse grote jazz- en bluesmuzikanten vanuit de hele wereld naar Breda.
Maar ook artiesten uit de regio staan op de planken. Naast de gratis toegankelijke buitenoptredens vinden ook een aantal optredens binnen plaats. Voor de entreeprijzen en het complete programma kun je kijken op bredajazzfestival.nl. En verder heeft Sandra van Brabant aan de Biesbos ook nog een paar leuke tips. Ik heb nog een hele leuke tip voor je. Je hebt de Vesting Driehoekdagen. Dat kan je in een weekend drie verschillende plekken bezoeken. Dat is dan het visserstadje Woudigen. Dan ga je naar slot Loevestein en het vestingstadje Gorkum. Er zit natuurlijk water tussen, dan ga je over per veer. En op iedere plek zijn er marktjes, zijn er leuke demonstraties, workshops voor kinderen, van alles te doen. In één dag kan je dan drie provincies aandoen, drie vestingsteden. Voor jong, voor oud, voor iedereen is van alles te doen. Ik heb nog een hele leuke tip voor de meimaand, fietsmaand. Er is de streekproductenroute, waar gekoppeld een diner aan is. Je gaat dan langs 12 boerderijen op de fiets. Bij iedere boerderij stop je. De een heeft een verhaal, bij de ander krijg je een product mee. Daar doe je dan de hele middag over. En stel je steeds neem je in een tasje neem je product mee. En aan het einde verzamelt iedereen zich. En dan wordt er gekookt door streekkoken. En die gaat met al die producten die je verzameld hebt uit de streek, gaat een heerlijke maaltijd maken. Leuk verhaal eigenlijk hoe Basics is ontstaan. Want je komt uit een echt ambachtelijke familie waar veel met leer wordt gewerkt. Want jouw vader is Gerard van den Berg, de bekende stoelenontwerper. En die hield stukken van zijn leer over. Dat leren, dat is natuurlijk zonde om weg te gooien. Dat hadden we bedacht om daar een kleiner product te bedenken waarbij je dus dat restleer mee kan opsnijden. En dat waren tassen. En toen had mijn vader een paar tassen ontworpen. Die hebben we toen gemaakt van dat restleer. En zo is eigenlijk het merk ontstaan. En daar heb ik toen de merknaam omheen bedacht. Heb ik een beetje een gevoel omheen gecreëerd, zeg maar. Wat meer modelletjes. Waar staat Basics voor? Ja, Basics, de naam, dat is je tas is je base. En voor iedereen wat anders, hè? Dus BaseX, dat is die X dan. Wie ontwerpt de tassen? Nou, de eerste collectie is ontworpen door Geert van den Berg, door mijn vader. En nu hebben we zelf ook andere ontwerpers die de tassen ontwerpen voor ons. En op die manier, ja. Het is een vrij stoere lijn. Het is een stoere lijn en dat willen we ook zo houden. We hebben ook expres gekozen om met jakleer te werken. Dat is echt een leersoort wat een heel stoer, ruig en geleefd uiterlijk heeft. En dat is een beetje ons thema, zeg maar. Zijn het voor dames en voor heren? We hebben verschillende modellen. We hebben echt damesmodellen, we hebben ook herenmodellen en unisex. Dus bijvoorbeeld de Tamang, dat is een model met een voering die uitneembaar is. Ja, die kun je gebruiken als luiertas, dus voor de man of de vrouw. En dan later kan de man ermee aan hangen. We hebben ook damesmodelletjes, ja. De productie is in Nederland? Ze worden in Nederland gemaakt. Ik snij ze en ik stik ze allemaal zelf. Je begint gewoon met snijden en dan ga je schoonmaken. Stik op het moment dat het te veel wordt, dus dat ik de productie zelf niet aan kan. Dan huur ik mensen in die het dan voor mij gaan stikken en snijden en doen en op die manier. Waar zijn je tassen te koop? We hebben 18 verkooppunten in Nederland momenteel. Dat zijn verschillende winkels, die kun je op onze website terugvinden. En we zijn nu bezig met een exportverhaal in Denemarken. Dus daar zijn we ook bezig om voet aan de grond te zetten. Hij is nog niet op de markt, maar ik heb hem al. De allerhipste iPad sleeve. Tot volgende week.